Geen straftraining voor Feyenoord na het gelijke spel tegen RKC Waalwijk, maar een Italiaanse kookworkshop moet het doen tegen Vitesse, Jan-Dirk Stouten. Ja, maakt mij niet uit wat Koeman doet als de wanprestatie van Waalwijk maar uitgewist wordt zondag. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond, welkom bij FC Rijnmond. Als altijd op de vrijdag en op zondag op TV Rijnmond. En u weet het inmiddels, het bekende recept. Meepraten mag via Twitter, gebruik dan hashtag FC Rijnmond. Praat dan mee met de mannen aan deze desk. Als altijd op de hoek van deze desk, Jan-Dirk Stouten, onze eigen analist. Naast hem aangeschoven oud-profvoetballer van onder andere Excelsior. Ik ga niet weer het hele riedeltje opnoemen. Nee, want er waren zoveel clubs. Dus kunnen we gelijk stoppen. Precies, tegenwoordig analist. En je bent klaar voor de strijd, zie ik aan je jasje. Geert den Oude? Ja, dat klopt. Ja, deze week las ik in de krant dat de landbouw zoekt jonge recruten. Ik denk, nou ja, laat ik steentjes bijdragen. Oh, ben je ook beschikbaar dan gelijk als de minister Hennis Plasgaard belt? Dan... Ja, zeker wel. Ja? Ik zie mezelf nog wel als rupsvoertuigchauffeur. Ik zie ook wel als een soort van marinier inderdaad door het leger stappen. Maar goed, laten we het hebben over voetbal. Ja. Feyenoord in de strijd om plek 2. Denk jij dat ze die strijd nog aankunnen mentaal? Oh, dat zeker. Alleen of ze het gaan halen, de tweede plek, dat kunnen we niet zomaar met zekerheid zeggen. Want? Nou ja, Feyenoord heeft de afgelopen weken toch bewezen dat ze best wel moeilijk om kunnen gaan met druk. Verliespartijen tegen Heerenveen, gelijkspel tegen RKC. Dat zijn toch eigenlijk uitslagen die we op dit moment voor Feyenoord niet kunnen hebben. En dan komt er nog Vitesse aan, dus zomaar even tweede worden, dat gaat niet gebeuren. Maar Jan-Dirk, ik neem aan dat er wel opluchting was vandaag in de Kuip toen bekend werd dat Van Ginkel in ieder geval niet meedoet en dat Boni een groot vraagteken is. Ja, dat gaat wel heel veel schelen. Persoonlijk zou ik het jammer vinden als Boni niet kan spelen. Dat is in het voordeel van Feyenoord, maar bij zo'n topwedstrijd horen ook topspelers. Nou, Boni is daar bij uitstek een voorbeeld van. Ja, Van Ginkel werd ook Koeman vandaag een van de grootste talenten van Nederland genoemd. Dus het gaat Vitesse wel ernstig verzwakken. Goed, we gaan er zometeen met deze twee mannen uitgebreid verder over praten. Maar eerst is het tijd voor de week die achter ons ligt. Ja, Feyenoorders en Spartanen, kijk maar eens goed. Want zo zien kampioenen eruit. Jawel, dit zijn de beste eierwerpers van Nederland. En wat dacht u hiervan? De nationaal kampioen paal zitten. En kijk eens hier naar de machtige triomf van de enige echte kampioen, Bloemschikken. Maar de kans om zoals deze helden de zoete glorie van een kampioenschap te smaken, die hebben ze de afgelopen week op Zuid en in West lekker verspeeld. Sparta speelde gelijk tegen Fortuna en Feyenoord leed puntverlies in Waalwijk. Feyenoord staat nu 6 punten achter op Ajax, dus kunnen ze de titel wel vergeten. Dat lijkt me wel, ja. Ik denk niet dat we daar nog reëel mee bezig moeten zijn. Maar ja, daar heb je ook geen recht op als je bij RKC niet wint. Sparta staat nu 4 punten achter op Volendam, dus ook daar denken ze niet meer aan de titel, toch? Zolang ik ben nog leven, er is een hoop. Maar goed, hoop is er altijd. We hebben nog een kansje. Kansje zeg ik ook heel duidelijk. Ah, kijk eens aan. Er is dus nog een kansje. Maar dan moet je natuurlijk wel een trainer hebben met een duidelijk systeem. Er wordt altijd heel erg veel over systemen gesproken, maar er is in wezen maar één systeem. Aha! Of twee. Oké. Nou ja, Excelsior leek al uitgespeeld dit seizoen, maar die club heeft nu een sleutelrol in de titelrace. Ze spelen immers nog tegen 3 van de kanshebbers, Volendam, Sparta en Cambuur. En dat kan nog wel eens gunstig uitvallen voor Sparta. Het liefst gun ik Sparta de kampioenschap. En ook al staan ze kansloos 1 na laatste, vlak vooral niet uit dat Excelsior nog gaat stunten. Zo hebben ze met Elvis Manu bijvoorbeeld een speler in de selectie die onverwacht in de rug van een aanvaller kan opduiken. Ja, dat is een topgozer. Sparta speelt vanavond uit bij Helmond Sport. Verschillende bronnen beweren dat de spelers elkaar met oestersaus hebben ingesmeerd om helemaal scherp te worden. Ja, dat voelt gewoon heel raar. Maar we moeten nog maar zien of het werkt. Feyenoord kan zondag aan de bak tegen Vitesse, dat zonder Van Ginkel en misschien ook wel zonder Boni speelt. En het is te hopen dat de domper tegen RKC tegen die tijd is verwerkt. Aan de vastberadenheid van Koeman zal het niet liggen. Na de wedstrijd in Waalwijk was hij immers ook niet bang of hij de uitgang van het stadion wel kon vinden. Nee, helemaal niet. Goed. Ja. Was dit eigenlijk flauw, hè, dit? Af en toe, het is zo lekker die week. Wel mooi. Zo weer mooi gemaakt. Laten we eens even praten over Feyenoord deze week tegen Vitesse. Hoop jij dat immers gaat spelen? Ja, zeker. Ja?
Ja, omdat hij bewezen heeft dat hij samen met Pelle erg belangrijk is voor Feyenoord. Ja, dus jij zit in Immerskamp, want er zijn ook kampen tegenwoordig. Ja, nou ja, maar volgens mij hebben jullie daar een aantal maanden geleden een keer een vraag over gedaan. Nee, precies. Een van de twee, en daar heb ik duidelijk Immers gezegd, dus daar sta ik nog steeds vol. Maar er zijn ook mensen die zijn gaan twijfelen de laatste maanden, hè? Want Immers staat dan weer droog, die scoort dan weer niet, dus dan kan je weer gaan twijfelen. Ja, maar RKC aangetoond dat Feyenoord zonder Immers, Feyenoord zonder diepgang is, en dat het dan moeilijker is, want dan moet Pelle het echt helemaal alleen doen, heeft hij geen steun. Dus je zit hier met twee mannen aan tafel die in het Immerskamp zitten. Ja, maar ja. Ik ga dan toch even zeggen, want ik hoor jou dat nu zeggen, dat je nu in het Immerskamp zit en dat jullie samen in het Immerskamp zitten. Maar ja. Ik kan me de wedstrijd tegen Willem II herinneren. Toen stond daar Vilena en toen is volgens mij iedereen, en ook in deze uitzending, zei iedereen, nou, daar moet Vilena gaan spelen, want dat is een stuk leuker voor het voetbal. Ja, omdat het één keer goed ging. Immers heeft toch bewezen bijna het hele seizoen, en er zijn altijd wedstrijden dat een tandem een keer niet loopt. Maar Immers heeft toch laten zien dat het uitstekend gefunctioneerd heeft. Hoe vaak is Immers niet door combinaties door het midden met diepgang die je had voor het doel gekomen? Dat hij te weinig gescoord heeft, helemaal eens. Maar de criticasten zeggen dan de hele na de winterstop niet meer gescoord. Dat is leuk dat hij die 10 doelpunten heeft gemaakt. 5 uit het veld, 5 strafschoppen. Ja, maar hij is ook veel afwezig geweest. Mm-hmm. Dus maar je moet bij de beoordeling van Immers, maar goed, dat was een discussie die we al talloze keren aan deze tafel hebben gedaan. Niet alleen kijken naar zijn doelpunt, ook naar de arbeid die hij verricht. De voorbeeldfunctie die hij in de groep heeft. En de belangrijkheid van Immers voor het spel van Pelle, die dan veel efficiënter en doeltreffender is. Maar wat gebeurt er dan met die hele Vilena-discussie die we die tijd lang hebben gevoerd, dat hij daar moest staan, op die positie? Ja, maar sowieso vind ik dat je die discussie helemaal niet moet voeren. Oh. Dus we zitten eigenlijk ook noodloos te praten eigenlijk. Daar komt kort weer op neer. Nou ja, sowieso gaat Koeman niet opeens zeggen, nou, ik ga Vilena daar neerzetten. Kijk, Immers heeft het prima gedaan, uitzonderingen daar gelaten, heeft meer moeten scoren. Maar Vilena is voor een later tijdje. En buiten dat, Immers, zeker in de laatste gedeelte nu, is Immers fysiek goed aanwezig. Dat kan Feyenoord ook wel goed gebruiken op dit moment. Ja, zeker. Tegen Vitesse toch, Jan-Dirk? Ja, dat is een ploeg die zeker niet druk zal gaan zetten, zoals veel tegenstanders in de Kuip wel geprobeerd hebben te doen. Feyenoord zal het spel moeten maken. Ze gokken op de omschakeling, waarin Boni erg gevaarlijk is. Ik heb trouwens de indruk, zonder dat ik dat kan staven, dat Rutte misschien wel bewust een beetje voor een schimmerspel met Boni kiest. Maar hij heeft de hele week niet getraind, hoor. Ja, maar dat hij zondag om 4:30 er toch bij is. Zeker in deze wedstrijd die voor beide ploegen echt van heel groot belang is. Het maakt nogal uit, hè, voor onder Champions League. Of plek 3 of 4. En ja, kijk, natuurlijk, zo'n Van Ginkel gaat nodig gemist worden. Maar Boni is wel de man in bonus in Arnhem. Ja, is het Boni, wordt Van Ginkel minder gemist dan Boni, denk jij? Boni is een groter gemis dan Van Ginkel. Ja, alleen ze spelen alle twee wel op een ander soort positie. En kijk, Boni is niet echt een middenvelder. Hij speelt wel eens half tussen de aanval en het middenveld. Maar Van Ginkel is in een andere manier weer heel enorm belangrijk. Maar kijk even alleen naar het rendement wat Boni maakt naar het aantal doelpunten. Ja, dat is natuurlijk enorm hoog. Ja, als hij de bal raakt is het vaak al een doelpunt bijna. Zo is het ongeveer als spits bij hem. Ja, en er spelen meer goede spelers bij Vitesse, ook voor het middenveld. Dus. Theo Jansen, niet vergeten. Heeft ervaring met grote wedstrijden, ja toch? Ja, nee, dat is waar. Oké, okay, waarom lach je? Het was een beetje besmuikt lachje wat eruit kwam. Nee, ik viel je aan. Vond je dat ik onderbrak? Ja, nee, dat was goed. Dat spijt me dan zeer. Nee, dat was helemaal goed. Eventjes naar wat andere zaken. Want als je kijkt naar Feyenoord, Martins Indy wordt gewisseld tegen RKC. Koeman was na afloop ook kritisch op zijn spelers, op het spel. En toch staat hij dan weer in de basis tegen Vitesse. Is dat logisch? Nou ja, kijk, ik vind dat je... kijk, ik hoop niet dat Koeman een Aad de Mos wordt. Hè, dat hij straks de volgende wedstrijd Martins Indy weer afhaalt. Na 5 minuten zoals McGeachville ooit. Precies. Nee, maar kijk, als een speler als Martins Indy... Kijk, we moeten niet vergeten, ook al gaat Feyenoord weer voor die tweede plaats... De jongens zijn nog steeds heel erg jong. En Martins Indy heeft een piek gehad een aantal maanden geleden ook bij het Nederlands elftal. Ja, en die speelt ook wel eens een keer een minder wedstrijd. Nou ja, dan haalt Koeman hem eraf. Maar kijk, wil je een speler echt afbranden en voorlopig kwijt zijn... Ja, dan moet je zo'n speler nu op de bank gaan zetten. Maar in de strijd om de titel, Jan-Dirk, of op plek 2... kan je natuurlijk ook misschien daar gewoon Nelen op neerzetten nu. Nou, ik vond afgelopen zondag wel weer eens blijken. Je hebt in Jan Maat aan de rechterkant een extra aanvaller. Die kun je inschakelen, word je spel gevarieerder van. Met Martins Indy heb je dat zeker niet. Maar waarom met Nelen erbij werd het wel veel dreigender op links. Ja, dat is een heel simpele reden, Etienne. Kapitaalvernietiging. Feyenoord hoopt en verwacht Martins Indy voor veel geld te slijten in de zomer. Ja, dan moet je hem nu vooral niet op de bank gaan zetten. Maar nu niet in deze laatste... Ja, maar dat zit niet in het hoofd van Koeman. Koeman is alleen maar bezig om tweede te worden. Mm-hmm. En op het moment dat hij moet gaan denken... Ja, ik wil Martins Indy eigenlijk niet opstellen, maar hij is niet goed genoeg. Dat zit totaal niet in zijn hoofd. Kijk, Martins Indy heeft zich het hele seizoen al gespeeld. Dus die heeft zich wel bewezen. En clubs die komen kijken hebben echt wel gezien. Nou, die jongen heeft zich fantastisch ontwikkeld. Bij Oranje trouwens vooral als centrale verdediger, mm-hmm. om dat nog maar een keertje te zeggen. Maar ik vind echt dat je met Nelen vaak een extra wapen hebt qua drang naar voren aan de linkerkant.
Nou, het zal ook mee te maken hebben dat Koeman, maar dat zou je een keer moeten vragen, of die zegt, nou, ik wil niet met twee zulke aanvallende backs spelen, omdat ik dan ook achterin kwetsbaar word. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel ploegen, kijk naar Vitesse, als die af gaan wachten in de Kuip, en je speelt met twee hele aanvallende backs, ja, dan ga je nog wat ruimte weggeven met de snelheid van de aanvallers van Vitesse. Dat zal wellicht een overweging zijn voor Koeman. Goed, één van die spelers hebben we besproken, Martens Indy. De andere speler die veel waard zou kunnen zijn, is Jordi Klaasie. Zijn transfer naar Fiorentina hangt nog steeds een beetje boven de partijen. Er wordt nu niet veel over gesproken. Alhoewel Klaasie vorige week in Voetbal International zeer duidelijk was. Die voelt zich qua aanbod van Feyenoord en het contract ondergewaardeerd. Daarover zei Koeman vandaag het volgende op de persconferentie. En ik heb nog nooit meegemaakt dat een 20 of 21-jarige speler het meeste verdient binnen een selectie. Dat zijn altijd de oudere jongens, de ervarende jongens. Dat is niet alleen bij Feyenoord, maar dat is overal zo. Toevallig heb ik met Jordi vanochtend hierover gesproken. En gewoon om ook hem te helpen in deze fase. Wat kunnen wij als trainer nog doen? Dat je het niveau brengt wat je kan en moet brengen als speler van Feyenoord. Nou ja, daar helpen we spelers mee. Is voor hem de nieuwe situatie. Ik adviseer niemand weg te gaan waarvan ik vind een jaar Feyenoord is beter voor hun ontwikkeling. Maar uiteindelijk is de keuze van de speler de keuze van de omgeving. Daar kan ik niks meer aan veranderen. Maar ik kan nu, zolang hij hier is en hopelijk ook volgend jaar nog, kan ik hem helpen. Want is pas een tweede volledige seizoen in de Eredivisie. Daar praat je over. En dan is het logisch dat dit soort spelers ook wel een mindere periode hebben. En als je daar te veel spelers van hebt, ja, dan is het logisch dat het ook wat minder gaat. Dus die paniek, wat zo links en rechts hoort of waar het allemaal aan ligt, ja, dat vind ik allemaal zo makkelijk. Ja, we moeten Koeman wel corrigeren in deze, want hij had het over Klaasie 2 jaar Eredivisie ervaring, maar dat zijn er toch echt al 3. Ja, met Excelsior erbij dat jaar. Hè? Maar hoe vindt dit zijn weerslag op een groep, Geert? Hij zegt een jonge groep die aan allerlei kanten en met allerlei dingen bezig is. Ja, nou ja, het speelt heel licht mee in de hoofden van de jongens, maar dit verhaal horen we natuurlijk elk seizoen. Aan het eind van het seizoen. Spelers doen het goed, kunnen weg naar clubs. En op een gegeven moment, als het dan de resultaten ook tegenvallen, dan gaan mensen zeggen, oh, hij is te veel met die andere club bezig. Dus we moeten daar niet te veel aandacht aan. Maar zouden ook de irritatie, irritatie misschien een groot woord, maar Koeman noemde vandaag op de persconferentie ook waarom ze gingen koken. Er waren wat dingetjes in de groep en dan wil je geen krachttraining doen, maar dan wil je wat anders gaan doen. Nou, maar dat kan ik me wel voorstellen. Het is altijd leuk om ook andere dingen met elkaar te doen. En dat is niet iets per se uit het voetbal. Ik ken ook bedrijven die met elkaar met z'n allen gaan golven of een uitje organiseren naar whatever. Dus om ook iets op een andere manier tegenover elkaar te staan. En ja, dat is dan een goede zaak, denk ik. Ja, Koeman zei dat hij wat minder onderlinge acceptatie in de groep merkt. Ja, dan vind ik het volkomen logisch dat je een keer wat anders doet. Dus als iemand een pasta verkeerd in het water gooit, dan kan je dat accepteren. Nee, maar je moet ook niet achter elke besluit van een trainer iets zoeken, vind ik. Je moet ook niet de problematiek in de Kuip nu overdrijven. Nee. Koeman zei trouwens op de persconferentie ook wie deze wedstrijd wint tussen Feyenoord en Vitesse wordt tweede. Ben je het daarmee eens? Nou ja, nee. Want ze hebben nog steeds ook met PSV te maken. Ja. Dus dat vind ik wat te kort door de bocht. Feyenoord speelt niet direct meer tegen Vitesse of tegen PSV. Dus dat betekent dat ze dat onderling niet kunnen halen. Dan gaat hij er dus vanuit dat PSV nog punten gaat verliezen. Nou ja, ik denk dat PSV en Feyenoord die Vitesse in hetzelfde schuitje zitten. Dat ze nog lastige wedstrijden hebben waar alleen Feyenoord en PSV... Als Feyenoord verliest is het wel of Feyenoord en Vitesse tegen elkaar spelen. Dat is zeker, ja. Maar het moet echt wel winnen om Vitesse te passeren. Maar dan gaat het seizoen ook wel uit voor Feyenoord als een nachtkaars. Hè? Strijden om de titel en dan uiteindelijk net geen eerste tweede worden. Dat is wel het mooie. Feyenoord heeft nu 2 punten meer dan vorig seizoen op dit moment. Maar ja, alles heeft met een verwachtingspatroon te maken. Ik heb het al vaker gezegd, 10e, 9e, 7e... In de competitie 4e en 10e onder been. Toen kwam Koeman, ja, dan is een tweede plek, wordt gevierd als een kampioenschap. Nu zou zelfs een tweede plek misschien teleurstellend voelen. Maar dat vind ik totaal onterecht. Een tweede plek zou een topprestatie zijn. Het was ook de week waarin Stanley Brard vertrok, definitief, FC Gabala. Azerbeidzjan, daar gaat hij naartoe als hoofdopleiding. Veel geld, dat is hem allemaal gegund. Maar wie moet Stanley Brard gaan opvolgen, Jan-Dirk? Ja, ik heb even gebeld met Van Geel. Die heeft een lijstje met functie-eisen samengesteld. De man moet ervaring hebben. Bij voorkeur een oud-speler van Feyenoord. Een educatieve achtergrond. Iemand met gepaste ambitie. Communicatief en organisatorisch sterk. En hij moet draagvlak in de jeugdopleiding hebben. Ik kan maar 1 ding concluderen. Grootscholte, die eerder genoemd werd, wordt het niet. Die heeft niet bij Feyenoord gespeeld en ook niet op een hoog niveau gespeeld. Het zou best wel eens iemand uit de eigen... van Varkenoord kunnen worden, iemand uit de eigen gelederen kunnen worden. Damien Hertog. Dus het enige wat hij niet heeft, is dat hij niet jarenlang in de Kuip heeft gespeeld. Hij heeft wel bij Feyenoord gespeeld toen hij jong was.
Maar heeft draagvlak onder de andere trainers van Feyenoord. Doet het uitstekend met de landelijke A-jeugd. Is hij senior genoeg, denk jij, voor zo'n rol? Ja, misschien wel juist Adriaanse wel. Daarin? Nou, ik weet niet of Oké, ik weet niet of de leeftijd meegespeeld. Niet dat Cor nou de oudste man op Varkenoord is. Maar je moet toch een goede manager zijn, lijkt mij. Ja, maar hoe lang is Adriaanse al op Varkenoord? En hoeveel mensen heeft hij al voorbij zien komen onder zijn? Dat Adriaanse in de huidige rol uitstekend functioneert. Al die spelers zeggen, daar hebben we heel veel van geleerd. Die moet je vooral op deze manier blijven gebruiken. Goed, overigens, Martin van Geel, komende zondag... Eventueel nog Kees van Wonderen, maar die zit nu wel ergens anders. Maar dat is wel een oud speler van Feyenoord met... de kenmerken die jij net hebt opgenoemd. Nou, zondag tussen 3:30 en 4:00 gaan we Martin van Geel uitgebreid interviewen op Radio Rijnmond. Op onze website staat nu een bericht en dan kunnen mensen, onze kijkers, luisteraars en bezoekers van onze website met vragen komen aan Van Geel. Goed, en de vraag van Geert en Ouders ook, is Kees van Wonderen naam dan bij die deze? Die ga ik onthouden voor zondag. Onthouden. Wij gaan het over het anders hebben, want heel veel spelers weten niet of ze volgend seizoen wel club hebben. Contracten lopen dan af en dan kan je nu op de bank gaan zitten wachten tot er misschien wel een club belt. Maar je kan ook zeggen, nou weet je wat, ik ga alvast voor mezelf trainen. En wij zochten 3 profs uit onze regio op die al bezig zijn met komend seizoen en in zichzelf investeren. Goed zo, strek jullie benen. Goed. Keurig. 5, kom op. 4, 3, 2, 1. Relax. Je gaat zo in de verzuring zitten en je spieren willen niet meer. En je wil je ogen niet eens meer open houden. Het is zo zwaar. Kom aan, weerstand. Ze staan alle 3 op een kruispunt in hun carrière. Josimar Lima en Mawuna Amevoor van FC Dordrecht en Guy Ramos van RKC Waalwijk. Blijven ze bij hun huidige club of tekenen ze ergens anders? Om fysiek in topvorm te zijn, traint het drietal 2 keer per week bij personal trainer Dogan Tekin. Je ziet het ook terugkomen op het veld. Je voelt je gewoon sterker, je voelt je sneller. Ik ben de jongste van de 3. Ja, ik denk dat ik lichamelijk nog wel in kan lopen op Joost en Zie. Ik kan voor mijn gevoel nog veel winnen in startsnelheid en wenden en keren. En dat kan ik hier goed trainen met Dogan. Lima en Amevoor zitten in hetzelfde schuitje. Het contract van de verdedigers loopt nog een jaar door en er kwamen in de winterstop al aanbiedingen voor hen binnen. Als FC Dordrecht nog wat aan het centrale duo wil verdienen, lijkt een transfer deze zomer logisch. Goed zo, dat was beter. Dat zag er goed uit. Maak haar netjes. Ik wil graag de stap hoger op maken natuurlijk. Ik denk dat Joost dat ook wel wil. Ik hoop wel zo snel mogelijk een volgende stap te kunnen zetten in mijn carrière. Het liefst naar de Eredivisie. Maar als die kans zich niet voordoet, wil ik ook best kijken naar een buitenlands avontuur. Guy Ramos speelt al in de Eredivisie bij RKC Waalwijk. De Rotterdammer lijkt daar bezig te zijn als zijn laatste jaar, omdat beide partijen het niet eens worden over een nieuw contract. Op dit moment heb ik geen opties. Het is afwachten. Ik ben blij dat ik nu weer in de basis sta en dat ik mezelf gewoon kan laten zien. Voor mij is het gewoon zaak om iedere wedstrijd weer gewoon 100% te geven en te laten zien dat ik Eredivisie waardig ben en dat zodoende op te vallen bij Eredivisieclubs. 4, 3, 2. Netjes, monsters. 3 spelers op een belangrijk punt in hun loopbaan. Komt er een betere club of spelen ze volgend jaar in de kelder van het betaalde voetbal? Fysiek hebben ze er in ieder geval alles aan gedaan. 5, 4, 3, 2, 1. Kijk maar, 19 seconden. Ja, zeker. Was je er ook zo mee bezig? Als je contract nog een jaartje doorliep en dan alvast zo bezig zijn met jezelf? Of als voetballer? Nou, ik deed dit soort trainingen altijd tussendoor. Zeker naarmate ik wat ouder werd, merk je dat als je fysiek fitter bent, dat je veel minder blessures hebt. En ik waardeer het enorm dat de jongens in hun eigen tijd, want doen ze in hun eigen tijd, dat ze daarmee bezig zijn. Je hoort het niet vaak meer, hè? Er zijn ook veel jonge jongens die tegenwoordig gewoon lekker naar huis gaan en achter de PlayStation gaan zitten bij wijze van. Nou, het is een beetje zo. Kijk, heel veel betaald voetbalclubs doen aan krachttraining. En zeker in de tijd dat ik speelde, dat is nog niet zo heel lang geleden, was er vaak, naar mijn idee, te algemene krachttraining. En terwijl je heel veel verschillende soorten spelers hebt, die gewoon verschillende soorten krachttraining nodig hebben. Maar op het moment dat je dus al met de club dat doet en je moet daarnaast ook nog eens, je hebt ook absoluut rust nodig.
Dus ik vind het wel goed dat die jongens nu voor zichzelf daarmee bezig zijn. En misschien dat het buitenland dan toch op ze zit te wachten, Jan-Dirk? Nou ja. Ja, kijk, ik vind het wel opmerkelijk als je speler bent bij Dordrecht en je komt niet aan de bak in de Eredivisie, dat je dan praat over een buitenlands avontuur. Dat gun ik deze jongens van harte. Aardige gasten, investeren in zichzelf. Maar ik vraag me af welk buitenland dan op deze mannen zit te wachten, in alle eerlijkheid. Laten we dan maar even praten over Sparta. Sparta speelt vanavond tegen Helmond Sport. O, zo belangrijke wedstrijd. Als ze nog kampioen willen worden, Geert, dan moeten ze echt wel winnen. Ja, het is voor het weekend van heel veel clubs die echt moeten. Ja. En Sparta heeft natuurlijk, als je kijkt hoe onnodig ze afgelopen weken punten hebben laten liggen. Kijk uit, je kan een keer verliezen uit, maar vooral thuis. En nu moeten ze het doen tegen Helmond Sport. Nou, ja, en dan, als dat lukt, dan weten ze dat ze het kunnen. Slagen ze daarvoor niet. Ja, dan heb je ook straks heel weinig in de Eredivisie te zoeken, mocht je nog alsnog promoveren. Ja, sowieso wordt het een heidens karwei. Je bent vanavond gek genoeg ook weer afhankelijk van Excelsior, zagen we net al. Die spelen tegen Volendam, die spelen sowieso een cruciale rol in de slotfase van de competitie. Maar ik vraag me ook af als Sparta niet direct promoveert, en die kans lijkt me klein dat gaat gebeuren. In die play-offs krijg je met VVV te maken. Daar wint Feyenoord heel moeilijk van in de Kuip. Roda mogelijk. Ik denk sowieso dat de Eredivisieclubs die play-offs verplicht moeten spelen geen enkele moeite gaan hebben met clubs van een lager niveau. Maar nou zie ik wel wat gebeuren bij Sparta. Ten Kate past het systeem aan. Ook al heb je maar één of twee systemen, heb ik geleerd zojuist in de week. Maar die gaat nu eens met vier middenvelders spelen. En de middenvelders die hij opstelt zijn dan niet echt de meest creatieve jongens. Ja, met Buis, Nieuwendaal, De Nooyer en Peters. Daarvoor Bellassani en Calabro. Ja, kijk, dat geeft toch aan dat ook Ten Kate nog niet heeft kunnen ontdekken in relatief korte tijd wat het systeem is dat het beste bij deze spelers. Pas. Dit is geen middenveld dat overloopt van creativiteit. Nee, dus dan vraag je af, waarom wissel je dan van trainer bijna? Want ja, dat maakt dan ook niet uit als die trainer nog gaat zoeken de laatste wedstrijden. Nou ja, kijk, als je als club zo in een spiraal zit, hè, zoals Sparta zat de laatste weken voordat Ten Kate kwam, ja, dan vind ik dat je wel wat aan moet doen. Dus ik vind dat een goede beslissing. En als Ten Kate zijnde kan ik me voorstellen dat je zegt van, hey, ik wil wat in die groep teweeg brengen. En ik wil die jongens ergens in laten geloven en daardoor verander ik het systeem. Kijk, hij zal geen twee topbuitenspelers hebben en dan met 4-4-2 gaan spelen. Zo zal het niet zijn. Maar hij moet ook wat veranderen. En op het moment dat hij die jongens meekrijgt en die jongens een rol geeft waarin hij ze belangrijk maakt, ja, kan dat wel een ommekeer teweeg brengen. Zou Vloed ondertussen deze week al op zoek zijn naar een trainer voor komend seizoen? Druk bezig ermee? Ja, of je concreet gesprekken voert, weet ik niet. Maar dat je bezig bent je daarop voor te bereiden, lijkt me wel uiterst reëel, hè? Ja, Faber niet. Die wilde alleen naar de Eredivisie, maar die blijft gewoon bij PSV. Nou, kan ik me voorstellen dat je bij die club blijft werken. Dat is toch een grote club in Nederland, ondanks alle misère in de laatste jaren en maanden. Maar ja, we blijven, ook toen wij met elkaar spraken over deze uitzending met collega Ruud van Os, die bovenop Sparta zit, ook wel vaak bij de naam van Hans de Koning terechtkomen. Vind ik echt een heel interessante gedachte. Heeft het de laatste jaren in de Eerste Divisie met al zijn ploegen echt uitstekend gedaan. Rustige man. Ja, dat lijkt me echt een ideale kandidaat. Als Eerste Divisie trainer wel. Maar als Eredivisie niet? Nou, Hans heeft niet zoveel ervaring in de Eredivisie. Dus ik kies liever voor een gerenommeerde trainer. Kijk bijvoorbeeld naar Harry Redknapp, die Queen's Park Rangers. Maar wat is er mis met Hans de Koning? Die heeft met al zijn Eerste Divisie ploegen, speelt hij uitstekend verzorgd voetbal, staat nu met Volendam er heel goed voor, heeft met andere clubs goed gepresteerd. Ik zeg niet dat er zo heel veel mis is met Hans de Koning, maar alleen ik zeg dat hij geen Eredivisie, bijna geen Eredivisie. Ja, maar Sparta speelt deze man, gaat nog verder met deze discussie. Ja, maar we gaan hem afronden, want we moeten afsluiten met deze uitzending. Dank, leuk dat jullie nog met elkaar discussie gaan moeten stoppen. Doen we op internet verder. Echt waar? Ja, we gaan er volgende keer verder over praten. Ik dank Geert en Oude, ik dank Jan-Dirk Stouten. Komende zondag is er een nieuwe FC Rijnmond. Dan blikken we terug natuurlijk op die wedstrijd Feyenoord Vitesse. En dan zit Jan Boskamp op de kruk met een bamiapje hier bij FC Rijnmond. Graag tot dan. Dankjewel.